Yo gasten, Gamebowsy met de nieuwe chest opening video. Vorige was erg goed ontvangen, dus ik dacht ik doe er gewoon nog eentje. Ik had trouwens laatst al allemaal chests geopend, die had ik ook opgenomen. Maar toen opeens kwam hier nog een super magische kist voor 10 euro tevoorschijn. En ik dacht, ja, die wil ik gewoon openen. En die had ik in de vorige video nog niet geopend. Wel echt super veel epische kaarten, maar dat krijgen jullie zo meteen allemaal te zien. Dat had ik dus al opgenomen, dit is iets later opgenomen. Maar dat zien jullie nu eerder. Maar ik wou dit toch nog even in de video erbij stoppen. Omdat zo'n super magische kist natuurlijk super awesome is. En voor 10 euro dacht ik, weet je wat, ik ga het gewoon doen. En dan krijg ik ook nog 10.000 goud erbij. Plus nog 1.200 edelstenen. En dat is natuurlijk altijd chill. Maar die gaan we dus openen na deze Jungle Arena kist. Dan gaan we naar de andere kisten. Ik heb trouwens nu zo'n alternatief touch ding aanstaan of zo. Dat dingetje. Dat komt omdat mijn mobiel niet helemaal goed mee werkt. Maar gelukkig kan ik er nog wel mee opnemen. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar ik ga hem nu kopen. En hopelijk krijgen we een legendarische kaart die ik nog niet heb. Dat zou mooi zijn. Je aankoop is voltooid. Dat is hartstikke mooi. Dus dan krijg ik nu een kist. 3000 goud. Maar prima. Gunstelingen. Ja, ben ik op zich wel blij mee. Ik gebruik ze wel. Pijlen is altijd wel fijn om te hebben. Want ik vind pijlen erg fijn om mee te spelen. En nu kan ik ze sowieso 1 of 2 keer nog upgraden. Dus dat is fijn. Kost natuurlijk wel veel goud. Speergoblins. Ook prima, die heb ik heel veel gebruikt, de laatste tijd niet zoveel meer. Ik heb ze gewoon level 12, dus dat is natuurlijk best wel hoog. Oh nice, Goblin Bende, 204 kaarten. Die heb ik net geüpgraded, dus ik ben nog wel even aan het sparen om ze naar level 13 te kunnen upgraden. Plus, dat kost volgens mij 100.000 coins, dus dat is echt super duur. Maar we gaan nog even door, nu krijgen we natuurlijk de zeldzame kaarten. En als eerste zeldzame kaart krijg ik een Inferno Toren. Ja, op zich wel blij mee, want nu kan ik hem upgraden en dat is wel chill op zich. Maar ja, ik denk dat, nee, ik ga geen legendarische kaart krijgen, want anders had ik nu epische kaarten moeten krijgen. Maar dan ga ik nu naar de epische kaarten. Trouwens, musketier is ook chill. 71 musketiers kan ik bijna ook upgraden. En laatste kaart, oh, 21 beulen. Holy shit, dat is wel sick. Die kan ik dus nu upgraden naar level 5. Oh, dat is nice. Ik had niet verwacht trouwens dat er zoveel epische kaarten in zouden zitten. Maar ik vind het helemaal mooi. Maar dan was dit dus al de super magische kist. Maar uiteindelijk best wel veel goede kaarten. Ook kaarten die ik zelf veel gebruik. Dus ik ben zeker blij met deze kist. Maar dit was het dus voor de super magische kist. Jullie krijgen nu alle kisten te zien die ik al eerder heb geopend. Waar ik het net over had. Ik ga sowieso nog meer goede kaarten krijgen. Dat weet ik zelf al. Maar jullie gaan het zo ook zien. Want ik heb weer even lopen sparen. Jullie zien hier allemaal kisten klaarstaan. Ik heb nog een clan geperst kist. Zo heet die precies. En ik heb hier ook nog een chest. En daarin krijg ik sowieso een epische 13 zeldzame. Dus best wel grote. Clan kist krijg je ook volgens mij 4 epische of zo. En ik heb hier ook nog een grote epische kist. Of hoe heet die kist? Volgens mij, oh, magische kist heet die. Maar er zitten ook een aantal epische kaarten in. 4 om precies te zijn. En volgens mij in deze zitten er ook 4. Oh, ik open hem nu al. Ik wou eigenlijk kijken hoeveel epische kaarten er ik in zou krijgen. Maar dan zullen we zo meteen zien hoeveel epische kaarten ik ga krijgen. En ik krijg in ieder geval 1600 coins. Niet heel speciaal, dat is altijd mooi meegenomen natuurlijk. Boogschutters, ik gebruik ze meestal wel. Maar ik heb nu 5000 boogschutters nodig om hem te kunnen upgraden. Dus voorlopig ben ik daar dus nog lang niet. Volgende, een Zap. Ja, prima. Die kan ik nog wel gebruiken, denk ik. 3 musketiers gebruik ik eigenlijk bijna nooit. Alhoewel, soms speel ik er ook wel mee. En dan vind ik ze wel echt super chill. Ze zijn gewoon zo sterk met z'n drieën. Maar als je tegenstander ze goed kan verdedigen, ben je echt fucked. Dus soms werkt het wel, soms niet. Maar dat heb je natuurlijk met de meeste kaarten. Volgende, kanon. Best veel, maar ik heb er al genoeg van. 3600. En skeletten. Daar heb ik nog veel meer van. Skeletten die gebruik ik helemaal nooit. Ja, zo'n skeletten leger, die is echt super nice. Maar 4 van die skeletten heb je niet zoveel aan. Inferno Toren. Ja, prima. Die kan ik dan binnenkort misschien upgraden. En ik krijg 3 epische kaarten. Oké, er zaten dus 3 epische kaarten. Deze, ik bedoelde natuurlijk zo. Maar ik krijg bevriezen en daar heb ik helemaal niks aan. Dus daar bal ik eigenlijk wel een beetje van. Ik had gehoopt dat ik in ieder geval iets zou krijgen waar ik iets aan zou hebben. En het mooiste zou zijn natuurlijk een legendarische kaart. Maar die krijg ik helaas ook niet. Maar gelukkig hebben we nog redelijk wat kisten over.
Dus misschien dat ik hier nog een legendarische kaart in kan krijgen. Ik bewaar die zeldzame kist even. Die doen we dan op het eind van deze video. Ik ga eerst even wat slechtere kisten openen. Ja, deze kisten, dat is eigenlijk bijna nooit iets. Elite barbaren en een goblin hut. Nee, niet al te best. Maar dan gaan we nu even gouden kisten openen. En misschien met heel veel mazzel kan je toch een epische kaart krijgen. En met nog veel meer mazzel een legendarische. Maar ik heb volgens mij nog nooit een legendarische kaart gekregen uit zo'n kist. Maar ik krijg nu pijlen. Prima. En mortier. Ja, ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Ja, ik gebruik ook geen mortier. En als zeldzame kaart Valkyrie. Ik kan geen naam uitspreken. Ik weet het. Oké, nee, niet al te beste kist. Ik wil eigenlijk gewoon een epische kaart. Aan al die andere kaarten heb je eigenlijk nooit heel veel. Ja, je hebt er wel wat aan, maar je hebt er gewoon zo mega veel nodig voordat je ze kan upgraden. En dat duurt gewoon enorm lang. Ik krijg trouwens wel een beetje dezelfde kaarten. Weer Zap en ook boogschutters kreeg ik net. En weer mortier. Ik krijg gewoon de hele tijd dezelfde kaarten. En wat voor zeldzame kaart. Oh, barbaren. Die had ik nog niet gekregen deze chest opening. Dus weer een keer wat anders. Maar dan zijn nu al mijn gewone kisten op. Dan heb ik nu nog een kroonkist. En dan heb ik hier ook nog een speciale kist. Ik ga nu eerst de kroonkist openen. Daarna de epische kist. En daarna deze kist. Ja, ik weet niet eens hoe ik deze kist moet noemen. Ik heb geen idee. We openen ze gewoon. En we zien wel wat we gaan krijgen. Eerste kroonkist. Weer 600 coins erbij. Mooi. Ik heb er ondertussen wel redelijk wat coins. Dus dat is ook mooi. Valkyrie. Raket. Nee. Nee. Gunselingen. En oh, nice. In ieder geval een epische kaart. Terwijl dat je normaal helemaal geen epische kaart krijgt uit zo'n kist. Dus dat is mooi. En een skelettenleger, dat is toch wel een van de betere. Dus ik ben hier zeker blij mee. Maar ik ga zo meteen natuurlijk nog meer epische kaarten krijgen. Uit deze kist hier zo. En uit deze kist hier. Hoeveel? Eentje, ja. En uit deze krijg ik er dus 3 of 4. Zoiets. We zullen zien wat ik ga krijgen. Ik hoop heel stiekem op een legendarische. Maar ik denk dat dat eigenlijk wel te veel is gevraagd. En ik krijg 2 keer een vuurbal. Daar ben ik op zich best wel blij mee. Ik heb er nog maar 401 nodig voordat ik hem kan upgraden. Dat duurt voorlopig nog wel even. Speergoblins. Ja, ik heb ze heel lang gebruikt totdat die leger uitkwam. Of bende. Bende heet die volgens mij. Ik krijg nu trouwens een Tesla. Prima. Ja, ik gebruik hem niet veel. Maar ik wil binnenkort toch alles gaan upgraden naar level 9 van normale kaarten. Want dan kan je zeg maar die klassieke uitdaging kan je dan allemaal gewoon goed spelen. En dan kan ik voor ik Tejo deck kan ik dat dan heel goed gebruiken. Dat is een serie die ik doe op mijn kanaal. Dus daarom wil ik eigenlijk alle kaarten wel redelijk upgraden. Maar dan heb ik natuurlijk ook super veel coins nodig. Maar ondertussen heb ik ook al meer dan 200.000. Dus voorlopig zit ik wel goed. Ik krijg nu trouwens Musketeer. Dat is prima want die wordt best wel vaak gevraagd in de clan. Dus dan kan ik die weer doneren. En een reus. En ik krijg helaas geen legendarische kaart. Dat is wel jammer. Maar wat voor een epische kaarten ga ik krijgen? Dat gaan we nu zien. En Pekka. Ah, nee. Daar had ik er genoeg van. Ah, dat is een beetje mal. Ik had echt liever iets anders gewild. Maar ja, in ieder geval weer wat epische kaarten erbij. Ik kan ze misschien wel doneren. Alleen volgens mij wordt Pekka niet heel veel gevraagd in de clan. Dus dat is wel jammer. Dan hebben we nu nog 1 chest te gaan. En dit is ook best wel een grote kist. Ik krijg dus 4000 coins plus nog 130 kaarten. En dat vind ik, om eerlijk te zijn, best wel veel. Let's go, we gaan hem openen. En voordat ik verder ga met openen trouwens, ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan even. Beneden, dat kan natuurlijk. En vergeet ook zeker geen duimpje omhoog te doen op deze video. Maar dan gaan we nu verder met deze kist openen. Ik druk 3 musketiers. Ik krijg er eentje van, dus daar heb ik helemaal niks aan. Kom op, horde gunselingen. Oh, daar hoef ik er ook nog maar 4560 van om precies te zijn. Wow, dan is 17 echt super handig. Dat duurt dus toch wel even. Volgende. Grafsteen, ook niks aan. Kom op. En bommen gooien. Nee. Maar dan gaan we nu de epische kaart krijgen. Dat is er helaas maar eentje. Maar misschien is het wel een goeie. En ik zeg, oh, 2 epische kaarten. Ik dacht dat ik er 1 zou krijgen. Maar dit is ook wel prima. Alleen een X-boog, ja. Ik gebruik hem nooit. En ik zie ook bijna nooit iemand die hem gebruikt. In ieder geval als ik speel,
Dan kom ik bijna nooit iemand tegen die een Xbox gebruikt. Dus ja, ik heb er niet heel veel aan. Want hij wordt ook eigenlijk nooit gevraagd in de clan. Maar aan het eind van deze video maak ik dit kistje ook nog even open. Dat kost mij 5 edelstenen. YOLO! Dat maakt toch niet zoveel uit. Dat is maar een klein beetje. Misschien dat we nog iets krijgen. Ik verwacht het niet. En daar had ik... Oh, nou. Varkensruiten. Op zich nog prima. Dit duurt altijd zo lang. Als je eenmaal hoog bent, dan duurt het gewoon zo lang om één iets up te graden. Ik heb bijvoorbeeld hier Tovenaar. 800 kaartjes heb ik er nu van nodig. Voordat je die dan eenmaal naar level 10 hebt, dat duurt gewoon een maand of twee maanden sparen. Dat is niet normaal. Ik kan nu trouwens wel bijna de Goblin Bende upgraden. Ik hoef nog maar één keer te vragen en dan kan ik hem upgraden naar level 12. En dan is het best wel nice. Het kost 50.000 coins, maar ik heb er nu 226.000. Dus dat zit wel goed. En daarna weet ik nog niet echt waar ik voor ga sparen. Dat zie ik dan wel. Misschien ga ik dan mijn vuurbal proberen te upgraden naar level 10. Want die is dan echt ziek vies. Vuurbal level 10 is echt gewoon zo nice. Maar dan was dit het voor deze video. Voor deze chest opening. Zoals ik net al zei. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan natuurlijk even. Dat kan hier beneden. En vergeet ook niet dat duimpje omhoog te smashen. En misschien weten sommigen van jullie het niet, maar ik heb ook nog een tweede kanaal, FIFA Bouts. Waarschijnlijk weten de meesten het wel. Maar mocht je toevallig niet kennen, ik bespeel op dat kanaal FIFA. En dat staat natuurlijk ook in de beschrijving, dat kanaal. Maar bedankt voor het kijken allemaal. En natuurlijk tot slot, ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk, dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bouts Army. Yeah!